Net het spel Wing Com Adventure gespeeld. Ik was vandaag iets aan het rommelen die eigenlijk wel eigenaardig is voor mij, maar die normaal is voor miljoenen mensen over de hele wereld. En ik droomde dat ik in de Zep was. En een broek paste van Stine Edlund uit haar collectie. En ik weet nog dat ik tegen mijn mama riep van: hey mama, kom ik even kijken, ik heb een broek gepast. En die broek paste gewoon. Het was een beetje te lang. Maar mijn benen en mijn achterwerk kraken er gewoon in. En ik weet nog dat ik zo blij was. Dat ik eindelijk gewoon een broek paste van een normale winkel. En ik dacht, yay! Ik ga de broek van Stine Edlund kopen. Ik weet niet eens dat ik die broek mooi vond. Maar dat is geen punt. Het punt is dat die paste. En omdat die paste, moest ik hem gewoon kopen. Dat eigenlijk ook wel een beetje gek is. Ik weet dat hij nog zo het typische Stien handje had. Ik weet niet meer hoe dat typische Stien er aan het eruit ziet. En een groene streep. Dat het zo echt een joggingbroek was. Maar ik moest die gewoon kopen omdat die past. Net het spel Wing Com Adventure gespeeld. Ring Fit Adventure. De Wing Com is het apparaat die je ervoor nodig hebt. En je had dat kunnen zien in de Diëten voor het Leven vlogs. Als je die nu aan het bekijken bent, wil je dat ik ook een keer het scherm opneem? Want nu heb ik enkel gefilmd hoe ik train. Je kan trouwens zeggen dat ik echt kapot ben. Ik heb het ook echt heel erg warm. Daarom dat ik nu even in mijn sport-BH zit. En ik ga straks heel veel water vullen om mijn hydratatie terug op peil te krijgen. Ik heb trouwens met mijn loopschoenen op mijn loopmat gespeeld. Gewoon zodat mijn benen, mijn voeten niet al een al te grote schok moeten vangen. Want tijdens lopen moeten ze sowieso een schok opvangen. En net omdat lopen zo'n sport is waarbij je voeten heel grote schokken moeten opvangen, is het heel belangrijk om de goede schoenen te hebben. Anders zorgt dat voor heel wobbelen blessures. Ik ben iemand die heel hard gelooft dat je moet luisteren naar je lichaam. Zeker als je sport. Nu heb ik heel veel pijn aan de achterkant van mijn benen. En ook in mijn scheenbenen. Dus het wordt geen goede loopdag vandaag. Ik wil het een klein beetje proberen, maar dan zonder het start-to-finish schema. Want het zal gewoon niet lukken vandaag om het heel goed te doen zoals ik het wel doe. Misschien moet ik het ook even proberen om te zien of ik wel goed loop. Er komt natuurlijk heel veel belast. Op mijn scheenbenen. Hallo. Ik ben terug van de voedingsconsulente. En ik ben ontzettend. Oké, we zijn terug. Ja. Ik ben terug dus van de voedingsconsulente. En ik ben gewoon mijn vetpercentage gecheckt en zo. En mijn gewicht is 1 kilo naar boven geschommeld. Mijn vetpercentage is gelijk gebleven. Dus dat betekent dat ik eigenlijk de afgelopen 6 weken redelijk stabiel in gewicht ben gebleven. Wat dat niet volledig de bedoeling was.
Ik heb wel een idee dat het zou kunnen liggen aan het feit dat ik minder rouwkost steeds nu dat het winter is. En dat ik door de druk van mijn werk iets te weinig gezonde tussendoortjes heb gegeten, zoals fruit. En wel veel te eten de afgelopen tijd. Veel kastanjes. Maar ja, het zijn een keer zulke dagen, het zijn een keer andere. En het is niet dat ik nu super ongelukkig ben of zo. Het is dus een kleine mini teleurstelling. Omdat ik weet dat ik ook beter kan. Daarom heb ik ook terug een boekje gevraagd, zodat ik mijn voedingsdagboek terug kan bijhouden. En ik hoop dat dat mij zal helpen om meer structuur in mijn eetpatroon en in mijn dag te krijgen. En nu is mijn volgende afspraak 21 december, omdat ik daar tussendoor op reis ben, door heel Europa. En ik weet nog niet hoe ik mijn voedingsschema daar ga bijhouden. Dat we geen 3 weken McDonald's eten ofzo. Of van die kant en klare maaltijden. Net super intensief getraind met Rincon Adventure. Ik ben echt tot moe na zo'n training. En dat duurt quasi 10 minuten of zo. Kijk, dan om het zwemmen te vertrekken. Het is nu 9 voor 7. Dus ik ga waarschijnlijk net te laat zijn voor het opent. Want het opent om 7 uur. Met de fiets zou ik er misschien wel nog graag. Maar ik ben vandaag met de auto omdat ik nog ergens naartoe moet. Dus ik ga daar niet op tijd raken. Het is 7 uur, dus ik ga vlug in de rij gaan staan. Net uit het zwembad. Ben er om 6:55 was ik klaar met mij om te kleden. En dan heb ik gezwommen. Dus rond 8 uur. Nu is het 8:20. Normaal ben ik iets vroeger klaar en eruit. Maar vandaag dus niet. Dat is niet erg, want ik moet pas later vandaag. Ja, door een uur voordat ik moet zijn wat ik moet zijn. Het zwemmen ging goed. Mijn bikini ging ook goed. Dat was de eerste keer dat ik met mijn nieuwe bikini heb gekomen. Ik ben echt blij met mijn lengtes en ik voel me redelijk opgewekt. Ik vind het altijd ook zo fijn dat ik tijdens het zwemmen de zonsopgang kan zien. Echt heerlijk. Dat is echt zo tof. Zie je, dan is de lucht als je begint super donker. En naarmate dat je vordert in het zwemmen, komt het steeds lichter en lichter. En tegen dat je eruit bent, is de zon op. Allee, momenteel toch. Binnen een paar weken gaat dat iets anders zijn. Mijn abonnement loopt eigenlijk maar tot 14 december. Ik heb een abonnement gepakt voor een half jaar, dus... Dus ik ga ook kijken hoe ik dat moet doen. En nu klaar om te beginnen met werken. Eerst op locatie.